Bevriende naties van Suriname stellen reeds enkele jaren beurzen beschikbaar voor behoeftige Surinamers. Deze keer zijn het de landen Brazilië, Servië en India die studiebeurzen ter beschikking stellen aan belanghebbende burgers. U hoort directeur Mirjam McIntosh hierover. Via het ministerie van Buitenlandse Zaken worden regelmatig, als het nou jaarlijks of periodiek, beurzen aangeboden aan Surinaamse staatsburgers. Het gaat met name om beurzen in de publieke en in de private sector. Het gaat om een scala aan landen. We praten bijvoorbeeld van Japan, die binnen het kader van de JICA, het is de Japan International Cooperation Agency, daar hebben ze dus ook jaarlijks beurzen die ze aan Suriname aanbieden, aan Surinaamse staatsburgers. We hebben uit India hebben we de ITEC-beurzen, die ook jaarlijks aan ons worden aangeboden. En eigenlijk ook vanaf na het bezoek van president Govind, waarbij het aantal van de beurzen ook is verhoogd, van 40 naar 50 beurzen voor Suriname. We hebben beurzen die worden aangeboden door Singapore. Wel moet ik dan aangeven dat bij Singapore het is dat de persoon die gaat, de applicant zelf, de kosten, de reiskosten moet vergoeden. Sommige beurzen zijn volledig vergoed, waarbij je reis, verblijfkosten en ook nog de tuition wordt betaald. Bij sommige moeten we dan nog een beetje onderhandelen met het land. Singapore is eentje ervan dat we duidelijk aangeven dat er dus niet wordt betaald, de overtocht naar Singapore. We hebben ook beurzen van Cuba. Dat zijn de jaarlijkse medische beurzen die we hebben. We hebben inmiddels nu 2 voor het jaar, vorig jaar ingevuld. We hebben beurzen nu eigenlijk in de pipeline voor Servië. Dat hebben we ook aan de hand van een bezoek van onze minister van Buitenlandse Zaken aan Servië. Waarbij het toen is bevestigd dat we 15 beurzen krijgen, medische beurzen. We zijn nu bezig met, met de afhandeling. En als alles is afgerond, kunnen de studenten dus heel gauw afreizen naar Servië. We hebben ook nog beurzen van Brazilië, niet zo regelmatig. Tenminste 1 beurs voor het Rio Branco Instituut. Dat we inmiddels nu hebben ingevuld vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de diplomatenopleiding van 1 jaar. We hebben beurzen ook van Thailand, die ook jaarlijks worden aangeboden. Heel erg competitief natuurlijk. Je moet ook voldoen aan de voorwaarden die het land stelt. We hebben ook incidenteel beurzen van Azerbeidzjan, van Roemenië. Daar hebben we nu ook 2 beurzen voor gehad. We hebben ook in het verleden gehad beurzen van Georgië. Het was eerst 5, het is nu gereduceerd naar 1 medische beurs per jaar. Dus het is een scala aan opportunities eigenlijk voor Surinamers om zich in het buitenland te scholen en een beetje aan capaciteitsversterking te doen. Want je zegt, je hebt ontwikkeling brengen en daarvoor is nodig dat je menskracht natuurlijk wordt opgeleid en de juiste opleiding krijgt om die ontwikkeling die je hebt, om die ontwikkeling te stuwen. En het is het belangrijkste dat als je mensen die mogelijkheden biedt, dat ze ook die mogelijkheden eigenlijk ten volle moeten benutten. Want dat is het belang namelijk van deze beurzen. Als wij als Buitenlandse Zaken praten met onze buitenlandse partners, is het van belang dat wanneer wij dus praten en vragen naar mogelijkheden voor beurzen en studiemogelijkheden, wanneer we terugkomen verwachten we dat er dus ten volle worden benut. Het is ook goed om te vermelden dat als het ministerie van Buitenlandse Zaken wij dus de beurzen ontvangen, maar dat de verwerking, alles daaromheen, plaatsvindt door het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En met name het bureau dat deelt met studiefaciliteiten, onderwijs en studiefaciliteiten, BOS. Zij gaan dus namelijk na wat zijn de voorwaarden, hebben de applicants aan alle voorwaarden voldaan. Zij completen het proces. En als het proces eigenlijk is afgerond, wordt het wederom aangeboden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. En wij sturen het dan door middels een diplomatieke nota naar de verschillende landen. Ik ben natuurlijk vergeten een van de belangrijkste en bijna de bekendste beurzen die we kregen. De beurzen en korte trainingen van China. Daar hebben we in de afgelopen tijd heel goed op ingespeeld. We waren zelfs vorig jaar boven ons maximum van bijna 300 Surinamers die in de mogelijkheid zijn geweest om naar China te gaan. Als het nou ging om een beurs, een langdurige beurs,
Of om de korte trainingen van 3 weken tot een maand. China is natuurlijk ook een van onze partners in het gaat om capaciteitsversterking. Dus in een nutshell zijn legio opportunities voor Surinaamse staatsburgers. Als het nou gaat van Japan, India, China, Thailand, Maleisië niet zoveel meer. Het is niet zo regelmatig meer. Het is ook belangrijk om aan te geven dat als landen beurzen aanbieden, jaarlijks aanbieden en we maken er geen gebruik van, dat betekent dat eigenlijk het land aanneemt dat wij de beurzen niet meer nodig hebben. Dus het is daarom die oproep, toch? Zodra er een beurs is, gaat u naar het ministerie van Onderwijs, naar BOS. Daar is alle informatie beschikbaar, ook op de website van BOS. En alle informatie ook over de voorwaarden, over de deadlines, over wanneer de mensen allemaal daar zouden moeten zijn, welke beurzen en welke sectoren worden aangeboden. Die informatie is allemaal beschikbaar en we proberen het zo breed mogelijk te verspreiden, waardoor iedereen de gelegenheid is om, als je geïnteresseerd bent, om jezelf een beetje te scholen, om eigenlijk verder te gaan en te helpen capaciteitsversterking in Suriname ook op een hoger niveau te brengen.